Ook de leerlingen van de OS Bolle 3, OS Sunny Point 1 en de OS Sunny Point 2 zijn blij gemaakt door de First Lady Ingrid Bouterse-Waldering. De scholen werden op dinsdag 16 juli 2019 door de presidentsvrouw aangedaan, waarbij alle kinderen werden blij gemaakt met een goed gevulde schooltas. Het project betreft een initiatief van de First Lady dat een jaarlijks terugkerend karakter heeft. Blijf niet zitten. Het heeft gewoon geen zin. Je moet alles opnieuw studeren en ik denk niet dat we van studeren houden. Niemand denk ik houdt ervan om te zitten om de lessen te leren. Het liefst zijn we buiten, maar tegenwoordig is het liefst zitten we achter onze computers of telefoon, noem maar op. We zijn de hele dag bezig met social media. Dus het gaat erom, zeg, je moet je best doen en uiteindelijk, wanneer je hebt gestudeerd en je hebt iets bereikt, kan je je moeder ook helpen, want vaak hebben onze moeders het ook moeilijk thuis. En de enige manier is, als we studeren, kunnen we er helpen. Suriname kent een heleboel eengezinsouders, waarvoor mama er alleen voor staat. Dus die kindertjes vraag ik, doe harder je best. Doe harder je best, want mama heeft het al moeilijk. En dan moet ze je nog, en dan blijf je zitten, moet ze alles weer voor je kopen. Busgeld misschien weer betalen. Elke morgen weer een broodje, noem maar op. Het kost je moeder heel veel geld. Ik wil de First Lady zeggen dat ze het door moet geven omdat het goed is. Want sommige ouders hadden het geld niet om tassen te kopen. Ze gingen denken dat, hoe ga ik tas kopen? Maar First Lady hebben die kinderen tassen gegeven, dat vind ik het leuk. Vind dat leuk? Ja. Ik wil dat ze het door moet geven aan de leerlingen. Want sommige ouders hebben dat geld niet om schoolspullen voor hun kinderen te kopen. En dat ze tevreden moeten zijn met wat ze krijgen.